Oh, zware wapens, zware wapens, zware wapens. Staan blijven. Handen laten zien of er wordt geschoten. Zeg vervolging, motorrijder, negeren stopteken. Links heeft mij gezien, rechts niets. Oké, de collega's draaien ook meteen om. Het zou weer een achtervolging zijn hierachter. Komt recht op ons af. Wapen laten vallen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Ellis Boulevard en Moor. Ik ben vandaag op pad met mijn collega, vrouwelijke collega, in de Tron 2016 in Sandy Shores. zal even voertuigcontrole doen. Nou, alles doet het zoals jullie zien. Automatische kofferbak, altijd fijn. En wij gaan op pad. Oké. Okay. Ja, meteen een melding van een drugsdeal. Ik wou eigenlijk achter die quad aangaan. En mijn wapen bij, die heb ik. Gaat geschoten worden, gegarandeerd. Maar we moeten eerst de drugsdeal maar eens vinden. Attention, this is dispatch. We've got code 99, unit needs immediate backup. Shots fired at an officer. Oh, daar zijn ze, daar zijn ze. Oh, zware wapens, zware wapens, zware wapens. Kut, dat is kentekencheck. Dat is weer kentekencheck. Collega staat er nu alleen voor, dat is ook niet helemaal netjes. 12.05, ik ben onderweg. 12.02, OC, we komen eraan. Shit. Wapen laten vallen nu, kut. Ja, wapen laten vallen. Onmiddellijk. Goed zo. Ik dacht even tot ik mijn vuurwapen niet kon pakken op het einde dat hij me keihard ging doodschieten. Mijn collega rent ofwel achter die verdachte aan of ze renden weg. Hier komen. Oké, we zijn dus al hier. Zit. Zitten. Nee, oké, okay, vriend, je gaat mee op mijn ritje. Ja, mijn collega zit daadwerkelijk achteraan. Rechtsvrij. Kut, ik kom hier niet omhoog. Ik kom er nergens omhoog zo te zien. Maar daar wordt nog steeds geschoten. Staan blijven. Handen laten zien of er wordt geschoten. Stoppen nu. Elke verdachte beweging wordt er geschoten. Goed zo, keurig. Meewerken. Collega. Puikwerk. Ik dacht even dat ze er heel snel vandoor rende omdat ze bang was, maar ze ging gewoon achtervolgend te voet. Oh, wij zijn in het hoofd geraakt, zie ik. Oh, we zijn overal geraakt. Door wie dan? Maar dat toen we hier reden. Dat is niet goed. 12.05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Don't be a dick, just get in the car.
Als het goed is, nemen hun beide mee. Dan kan ik hier het gebied nog even veilig stellen. Hier is ook geschoten. Ons raam is kapot, hierachter zijn we. Ik ben flink geraakt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hun hadden ook al groen aangezet, maar ja, wij waren toch als eerste plaats. Ja, oké. Wij zijn weggereden. Dat is het hem. Hun hadden ook groen aan. Maar wij waren eigenlijk de eerste plaatsen. We hebben ook de noodknop ingedrukt. En dan doen wij zo en zo. En dan doen wij gewoon even stiekem zo en zo. Dan kunnen we de dienst weer mooi beginnen. En we doen nog even 1, 2 en 3. En dan zien wij ook weer toppie uit. Nog een keer kenteken checken of we nog steeds een goede hebben. Ik heb het gevoel dat dit alweer een ander is. Nou ja, dat is dezelfde. Stopvoor staat in ieder geval al aan. En volgen achter. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. Sierra Hotel India 954. A traffic violation. Proceed with caution. Geen kenteken achter. Voor wel, maar die is niet te zien door... nou goed, krijgt hij ook een bekeuring voor. Hallo. Hey. Nu klopt iets niet. Ik heb traffic police geloof ik niet. Beetje raar, want dat heb ik wel erin gezet. Nou goed, moeten we die binnenkort wel even... Moet ik dat wel even goed doen. Mag ik even naar die zien. Hij is niet de eigenaar van het voertuig, dat betekent dat zijn ID-rijbewijs waarschijnlijk niet weet het verloop is en dat is ook niet zo goed. Ik krijg een bekeuring voor de kentekenplaten. Doe het goed. Ik ga er een WOC-melding op zetten, wacht op keuring. En de eerste volgende keer tot we je aantreffen zonder kentekens, ja, dan krijg je wederom een bekeuring. Maar je mag sowieso niet meer verder rijden. Oké, doei. Ah nee, we hebben het wel traffic police, want daar scheurt wat voorbij en dat is door traffic police wordt dat veroorzaakt. Attention all units, an attempted suicide in heel raar, maar goed. Ja, vervolging motorrijder, negeren stopteken, rijden zonder helm en kentekenplaten. Snelheid loopt hoog op. Of rood over het spoor, geen trein. Staan blijven, kom op. Oké, goed. Klein probleempje. Dat was een mooie klap. We zijn graag ammetje te plaatsen voor een persoon aangereden door ons dienstvoertuig. Maakt het niet zo goed. Medical aid requested in Sandy Shores. Officers report a motor vehicle accident and ambulance requested Sandy Shores. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja ja, die heeft luchthoren, ik weet het, moet ik weer even aanpassen. Nou, we hadden hem zeg maar...
En ook dit weer. Het zijn altijd die mensen die zeggen, ja, doe niet zo onrealistisch. Of ja, niet heel veel hoor. Maar ook dit weer. Filmpje, achtervolging, motorscooter, Den Haag geloof ik was dat. Eenheid Den Haag, teamverkeer Den Haag. In de Volvo en die reed ook solo. En die motor die rijdt achter hem langs en hij zet hem in zijn achteruit en knalt tegen de motor op, ja. Dus kan gewoon, doen we gewoon. Rij niet over mij of het slachtoffer heen. Er komt de trein. Ja, dat is kut hè. Zo langs. Nee. Staan blijven. Hij ziet mij helemaal niet, dus ik ga hier staan. Even staan blijven. Was het een vrouw? Nee, een man. Zo. Zo, daar zijn we weer. En deze gaan we even aanspreken. We gaan er allemaal vandoor. Ja, maar. SC, wederom achtervolging. Collega's zaten er al bij, zag ik. Motorrijder. Zonder helm negeren, stopteken. Volledig, volle snelheid. Wat maar kan. Loopt op ons uit en wij rijden al zo hard als maar kan. We naderen een snelweg. Dat hij er overheen scheurt, mijn best, maar ik niet. Ik heb een binnenbochtje pakken, ja dat kunnen wij. Hier ook binnenbocht. We gaan rechtsop, ja. Rechts en dan links. Voeten geramd. Motor geramd. Gaat rechtdoor. Of rood. Rijdt alsjeblieft prio 1. 1202 OC. Gaan we de snelweg oversteken. Links heeft mij gezien. Rechts. Niets. Godverdomme jongens, kom op. Ja, beter dat je stopt dan dat dat gebeurt of dat je gewoon vol van rechts wordt aangereden. Collega's zitten er gelukkig achter. Voertuig gaat voor of rood zo te zien. Nou, oh, allemaal of rood. Oké, dat was een hekje. Oh, dan vliegen we bijna uit de bocht. Nee, alles onder controle hier. Dan gaan we de snelweg oversteken. En als het zo goed ging als net... Nee, ik ga hem klem zetten. Ah. Oh, die gaan bijna ontploffen, die. Ja, maar als ze nu van je motor afvliegt, dan was het niet eens expres. Oh, vrachtwagen. Oh, ja. Oké, alles gaat veilig hier. Oké, het heeft echt iets gedaan, geloof ik. Het is geen doodlopende weg. Zo, die is van zijn motor af. Ja. Staan blijven, hier komen. Staan blijven, domme. Kom op, goed zo. Zo, collega's, puikwerk, lekker aangereden. Ik zie die remspoortjes al, ik zie hier wat bloed, ik zie daar wat bloed, ik zie overal wat bloed. Toppie man, helemaal goed man. En dan de groen aan. Motortje gaat mee.
Nou, die kunnen we af laten slepen. Deze niet. Oh, toch wel. Oh, heb ik zoveel schade gemaakt? Waar ben ik dan allemaal opgeknald? En, oh sorry. En eentje die, die was aan het roken. Die heeft denk ik de achtervolging ook afgeblazen. En deze ziet er nog een paar uit, dus die heeft het overgenomen. Dus goed, dus komt er zo een collega tegemoet rijden. Of in mij spawnen. En die neemt hem mee. En dan gaan wij weer door. We hebben meteen een melding 502. Oké, de collega's rijden ook meteen om. Zou weer een achtervolging zijn hierachter. Komt recht op ons af. Ja, tuurlijk. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstrook. Maar wie van de twee? Dat is de vrachtwagen, denk ik. Ja, dat is de vrachtwagen. Hier komen. Kom, hup. En aangehouden. Niet anders verplicht, staan blijven. Hier komen. Wat heb je daar? Oké, dat is niet wat ik denk dat het is. Waarschijnlijk wel. Ga naar bureau. Oh, wacht. Kunnen we met ons mee trouwens. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Nou, oké. Ik laat dat even zo. Doei. Dispatch calling unit 6. En wat hebben we hier dan weer? Citizens report. A person with a knife. Wie gaat wie steken? Oeh, dat is geen mes. Ofwel? Dat is gehoord. Dat is een vuurwapen. 6, Paul 20. Medical aid requested. Respond code 3. Proceed with caution. Wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Hup. Zijn waarschuwingsschoten gelost. Eén verdachte aangehouden. Wat was het nou? Nou, het was geen mes. Het was gewoon een vuurwapen. Goed zo collega, het puikwerk. En jij gaat weer met mij mee. Kom maar. Hoppa. Hé, een konijntje. Volgt hier in eerste instantie een bericht van... Ga je solo ofzo? Dat is wel de meer, hè? Nou, daar komt ze toch. Ze dacht van, in zo'n lelijke auto ga ik niet. Dan fix ik hem en dan wil ze weer mee. Goed zo. We gaan weer terug naar Sandy Shores. Goed mensen, en daar zijn we weer. En soms ja, dan is de video wat korter. Is er toch genoeg gebeurd. Dus ik ga deze afsluiten. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Wij staan hier weer bij het bureau. We gaan wat administratie doen. En ik zie jullie graag weer over 2 dagen bij de volgende video. Of bij de nieuwe video zoals altijd. Niks aan toe te voegen. Tot dan. Doei.